Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we de Traxxas Max testen. Let's go. Maar eerst... Precies, voordat we hem kunnen testen, moeten we hem eerst kopen. Precies. Wat gaan we nu doen? We zijn weer aangekomen bij Toemen. Ja, ja. En we gaan weer wat leuks halen. Hey, eerlijk, het is leuk hè, door die winkel heen lopen. Dit is zo gaaf dat we hier weer zijn. Echt heel vet. Ik word ook steeds getriggerd door de, hoe noem je dat, vitrine. Maar, kijk, dit is dikke Lambo. Dat is wel leuk. We zijn dus op zoek naar het broertje, het kleine broertje van de X-Max. Ja, want de X-Max was voor ons nog even iets te gek. Ja, was wel een heel groot. We moeten hem opbouwen, hè? Ja, 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 precies. Maar kijk, wat zoveel spullen hier, ook die tanks, hè? Maar dat vliegtuig ook, ja. Het is ook echt zo mooi allemaal opgezet. Oh, dit is ook vet, hoor. Dit is ook wel leuk. Lambootje mee. Die moeten we misschien ook wel een keer testen. Kunnen we ook wel een keertje gaan testen. Ik zie Gijs al. Gijsie. Hey, hey, hey. Waar zijn we weer? Waar is het mee? Ja, lekker. Goed met jou. Wij willen graag het kleine broertje van de X-Max. De Max. De Max. Oh. De Max. Hij heeft Max. Dus, dit is Max. Dit is Max. Wat kan Max? Max kan alles. Max kan kaart draaien, heel hoog springen. Oh. Top. En eigenlijk niet kapot gaan. Oh, dat is een goede voor dat ons. Dat is een goede voor ons. Hoe hard kan Max? Max gaat ongeveer 100 km per uur. Toch, voor zo'n klein weer ding. Weer 100, hè? Dus hier kan ik wel weer overeen springen. Daar kan jij overeen springen. Maar dit is de X-Max waar iedereen het over heeft. Dit is de X-Max. Oké. Okay. Check ze naast elkaar ook. Gewoon het verschil, hoor. Oei, oei, oei. Zo, dat oei. Is echt... Oei, wat was deze? Die zit op 6,39,95. En deze? 12,49,95. Dat is wel een prijs. En dan beide zonder accu's en laden. Ja, oké. Okay. Dat komt er dan nog bij. Maar wel weer met zender en wat. Weer ja, waar moeten we dit rijden? Waar kunnen we dit het beste testen? Overal. Alles pakken. Skatebaan, parkjes. Als je maar eens hoog gaan springen, dan dat is het leukste met die wagens. Hoog springen. Hoog en ver springen. Hey. Hoog en ver springen. Nou, dat willen we. Nou, doe die dan maar. Ja. Nou, welke kleur wil je die hebben? Kunnen we een kleur kiezen? Ja. Zijn dit? Dit is de X-Mipje. We gaan eens even kijken welke kleur we allemaal hebben. Och, dat is leuk. Deze ook al heel mooi. Ja, ik vind deze ook wel vet. Hey, dat is zo. Kijk, nou, een rock and roll. Oh, kijk eens. Oh joh. Ze hebben 6 verschillende. Ik vind die is ook wel vet. Kijk, dit is rock and roll. Oh ja, dat is ook wel mooi. Met blauw. Dan hebben we hier nog eentje, een paarskleurige. Ik denk dat we het weten. Of die of blauw, maar ik denk echt blauw. De rock and roll. Ja. Ga voor de rock and roll alstublieft. Dat klinkt ook goed, hè? Ja, inderdaad. Nou, dan nemen we deze mee. Inladen in de auto. Klein bedrag binnen mag. Precies. Nou, top. De we hebben hem. Hey. Jullie snappen natuurlijk wel. Wij nemen alles in één dag op voor ons anderhalf uur. Het is drie uur maar, heen en terug. Iedere keer krijgen jullie een nieuw shotje van dat we in de winkel zijn. En jullie vinden de winkel gewoon leuker dan de website. Ja, natuurlijk, maar dat snap ik, vind ik ook. Ja. Want och, wel je mooi schansje. Ik word iedere keer afgeleid. Maar ja, we hebben hem afgerekend, net ons vertellen, mocht doorlopen. Ja. Oh, top! Yo, dank je! Ja, holy shit! Oh, zeg dat je allemaal betaalt, dan kan je gewoon erbij lopen. Probeer. Nee, grapje. Hey, grapje. Hij is mooi, hè? Ja, hij is prachtig. 4S. 4S, viercellig, 60 miles per hour. Dat betekent, dat is precies 100 km per uur. Nou, inladen. Kofferbakje is leeg? Oh nee, niet helemaal. Ja, die moet weer een retourtje. Die moet retourtje. Dan moeten we nog een video mee opnemen. Moeten we nog een video mee opnemen. Maar, hoppa, volgende. Natuurlijk was dat bij Toemen al eerder opgenomen. Precies, ja, precies, dat weten jullie. Andere kleren. Ja, precies. Maar, we hebben hem. Hey, dit komt weer door jullie. Jullie schuld. Iedereen zei, test de X-Max, maar wij dachten we beginnen met het kleine broertje. Precies, wij hebben hier de Max. De Max. We hebben hier ook de Traxxas. Voor het eerst getest, een echte Traxxas kwaliteitje. Wij waren er echt enthousiast over. Zeker. Jullie waren er echt enthousiast Traxxas, over. Meer met Traxxas. Meer Traxxas, dus er komen meer Traxxas aan. Want Jack is onze eerste. Oh nee, onze tweede Traxxas alweer. Ja. Want onze eerste was... De Max. En Max mag ook abonneren trouwens. Max mag abonneren. Nee, we hebben ook nog eentje eerder al getest. Wat nee. Was het nou? Jawel. Nee. Jawel. De... Oh, nee. Irevo. De Irevo hebben we ook al getest. Oh, de Irevo. We wisten gewoon niet eens meer dat we die getest hadden. We hebben heel veel hier liggen wat we gaan testen. Ja, echt heel veel. Oké. Okay. Jij mag me ook maken. Oh, echt? Dat is wel. Dat is wel leuk. We hebben al behoorlijk wat SC-producten mogen testen en getest. Wat ik je wel alvast kan vertellen. Ja. Als je een Traxxas bestelt, dan heb je wel een beleving. Dus echt, je merkt dat je kwaliteit ook maakt. Ik moet wel even een mesje hebben. Een nifau hier. Nou, die monetizing. Ja, met daar. Nou, snij hem open. Kijk. Oh, de Traxxas. Dit bedoel je met de belevenis. Ja, nou, dit eigenlijk niet echt. Jawel, kijk hoe mooi dat aansluit. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Oh, maar dit bedoel man. Ik. Check eens even. Och. Dit ding, dat ruikt ook van top. Eens kan ik weer gooien. Ja. En we hebben natuurlijk de rock and roll kap. De rock and roll kap, ja ja. Want we mochten een kap kiezen en dat is de rock and roll. En check dit hè, Traxxas hè. Kijk, waarom? Ja, waarom? Niks waarom? Van clipjes. Dit is toch lijp? Ja, dat is joh, even normaal. Dit is toch lijp? Ja, kijk die moedroe. Ja, dit ziet er heel mooi uit. Snelle wakkie, snelle moedroe. Ja, dit is echt ziek. Ja, ik ben heel enthousiast over Traxxas. Waren het. En wij dus ook nu ik opeens. Ik zie Willy Bars, hoe hard gaat dit ding wel niet? Dat is waar.
Wat staat er op de doos? Op de doos staat hier een heel pack tonometer. We kunnen 60, wow, 100 km per uur. 100 km per uur met het kleine ding. Zo'n klein ding. Ja, is niet klein hoor. Hé, we gaan testen. Skatebaan. Goeie. Goeie. Beetje off-road, beetje zand. Ja, ja. Goeie, prima, prima, prima. Beetje sneeuw. Bos. Beetje sneeuw. Oh, in de sneeuw. Oh, in de winter, jongens. Op, joh. Och, dan pakken we die. Dan pakken we die. Oh, maar dan moeten we echt de X-Max hebben. Ja. De grote. De grote. Maar die is nog een beetje duur, jongens. Dus daar moeten we nog even mee wachten. Maar ja, we hebben hier. Wij hebben een 4S LiPo 500 mW 14,8 volt. Dus we gaan 60 km per uur. En dan laat Koen het eens even zien. Want ja, dat heb jij ergens mooi. Oh, over mooi gesproken, jongen. Ze zijn terug, hoor. De pyro-aanstekers. Hé, maar serieus. Ze zijn gewoon te koop op pyro4you.nl. En hè, de limited. Ja, de limiteds, maar dat weten wij zelf ook nog niet. Maar, wij niet, maar misschien waarschijnlijk als die online staat, dan weten de kijkers. We prachtige dingen. Check pyro4you.nl, want dan zie je veel meer info, want ze zijn er weer. En komt er weer vuurwerkvideo's. Tuurlijk. Zeker, we gaan weer alle gekke dingen doen. Terug aangekomen bij de accu's. We hebben hier de accu's, de 500 milliampère. Het laadstationnetje aan het worden hier. Zo. Kunnen we ook met Tesla opladen? Zeker. Okay, oplaadpaal in de tuin. Drie van die dingen eraan en allemaal in één kabel en dan in de Tesla. En weet je wat ook weer mooi is? Ja, dit hè. Geen klitterbandje. Klitterband, maar wij zijn nog een beetje amateuristisch. Zeker. Tot betreffing van de Traxxas. Want iedereen zei in de comment, doe Traxxas. Wij zeiden, oké, doe het Traxxas, die zijn wel duurder. En dan gingen we testen en toen dachten we, inderdaad jongen, check eens even wat een mooie stick is. Check eens even wat een mooie dingetje. En je hoeft niks in te stellen met acculaden bijna. Check eens even wat. Ja, het is inderdaad wel echt, ik kan er niks aan. Accu'tje erin. Ja, één accu erin. Zo, nou dan hebben we nog een reserve straks voor in de sneeuw. Maar, als er maar sneeuw, hè. Zo, nou de tijd komt eraan. Als er sneeuw komt, dan gaan we met vliegtuigen, straaljagers, helikopters, alles over de sneeuw. Shells. En, dit is wel weer jammer. Oh. Doet Traxxas dat niet? Traxxas heeft jammer, zeker Traxxas. Wel batterijtjes erbij. Nee, dat hebben ze niet. Nou, toevallig hebben we zelf gekocht. Bah. Ik vind het wel jammer dat Traxxas dat er niet bij doet. Gewoon eigen Traxxas. Ja, maar dat hadden we wel met anderen volgens mij. Van Traxxas. Was het Traxxas? Traxxas. Ik heb geen idee. Het lijkt gesponsord, is het niet. Maar wij zijn gewoon echt enthousiast over het merk, sorry. Iedereen is hyped over de Max. Ja, dat is zeker waar. Kleine broertje van de X. Ready to run. Ready to run. Daar houden we van. Nou. Daar gaan we. Pompen meteen door de gang hier. Kon je maar naar me gaan. Och, wat mooi waterdicht als dat het knopje is. Maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. Wat is dit? Check dit dan. ECZ. Hey, joh. Hey, joh. Kies. Twee koelers, of niet? Oh, hij doet het al. Oké, gooi die kap erop. Oh. Rock en rollen. Hey, de eerste meter. Dat was de eerste meter. Even naar de grote gang. Weet je wat me opvalt? Nou, hij doet niet dat... Kadoem, kadoem, kadoem. Snap je wat ik bedoel? Ja. De kwili. Het is echt subtiel. Ik merk nu zeg maar qua rijden, je weet nog wel die... Ja, met dat schakelen, dat je een soort kik hoort. Ja, de driftauto, dat je de kik. En ja. Deze is gewoon... Oké. Gelukkig werkt er niemand op donderdag. Maar dit is weer zo'n wheelie trekker hoor, dit. Ja, dit is niet normaal. Deze trekt weer volle wheelies. Oh! Dik. Besef dat deze ook... Besef dat deze ook, pas op een brandalarm, ook 100 gaat. Wat, ja. Dat deze 100 gaat? Ja, ja, ja. 100. Hij kiept snel op. Maar altijd, hè, op ons... Ja, het tapijtje is wel echt maximaal. Max. Ja, het... Dit is echt... We moeten naar buiten. Wil jij even in de gang? Dat is wel leuk. Ah, klein pompie. Rem lekker, kijk. Die kap vind ik ook echt heel mooi. Zo, als je één keer gas geeft, dan denk je gewoon een uur vlogen uit. Dit ding gaat zo rap. Oh, hij remt echt. Stoppie. Ja, hij remt echt hard. Oh, dit is heel gevoelig. Jezus, hij slaapt weer die hele kap. Kwaliteit Traxxas. Standig om inderdaad even naar buiten te gaan. Ja, dit ding... moet niet binnen. Nee, dit heeft echt een kracht, jongen. Dit gaat veel te snel. Nee, hij is toch niet al stuk, toch? Dat zou echt slecht zijn. Dan is onze enthousiasme van Traxxas meteen weg, hoor, als hij nu stuk is. Hij zit toch niet vast, nee. Jongen? Nee, dat kan niet stuk zijn. Maar hoort hij niet voor vast te zitten nog? Dit was ook de meest zachtste crash. Oh, omdat hij zo. Op het tapijtje valt. Maar hij klemt aan de onderkant daar. Hier is klemt hij. Ah, droptest. Ja, dat moet allemaal kunnen. Backflip. Wel hard. Hoort het wel. Aangekomen op de skatebaan. Kijk eens. Oh, die kan. Die kan zeker. Oh,
joh. Hij knalt hem overal omhoog. Ik denk dat hij vol gas geeft dat we bij die mensen op de weg mee. Dat denk ik ook, dus ik denk voorzichtig. Oh, oh, wat een mooi ding. Wat een vet ding, hè. Doe hem daar eens op, ja. Bijna! Hey, belandde hij nou op zijn kap? Want hij stuitte er. Banden. Ja, hè? Ja. Maar je kan wel een looping, denk ik. Wacht, ga ik even hier staan? Probeer looping, looping, probeer het. Ja, recht! Oh, dat is iets te. Ja, op het zand. Oh ja. Zo, wat een kracht, hè? Hij valt wel snel om. Hij valt, ja, hij is een beetje een stuiterballetje. Het is echt een stuiterballetje. Ja. Wat een ding, hè? Oh ja, als je hij flippert stuurt, echt dan... snel. Hij is heel stug. Ja, hij ging nu al bijna weer. Oh. Doe het. Doe eens even een jumpy. Ja! Oh ja, 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 prima! Valt heel snel. Dat heel snel. Dat vind ik wel minder. Je kan niet lekker driften. Oh, volle pomper. Ja, hebben we... Oh, nee! Oh! 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 De lipo! De lipo! De accu! Nee! Zo. Hij vloog gewoon uit die kap, joh! Klapte er gewoon echt uit! Oh, we hebben nu al damage! Nee, joh! Kijk! Oei, oei, oei. Oh. Oeh, hey, zo, zij was goed beschermde accu's. Oh ja, dubbel. Zo, nee, kijk hier, voel dit. Moet je voelen hoe sterk dit is. Au. Dit is echt hard. Het is gewoon metaal. Ja. Ja. Het is gewoon een stukje staal. Hoppa, en weer aan dat ding. Nog even een schansje. Nee, dat is een andere. Oh ja. Top. Jeetje. Zand in mijn sokken. Hey, als we die pakken, ja, dat is wel te gevaarlijk met die auto's. Maar die is wel echt nog steiler. Want deze heeft zo'n metalen rand aan de bovenkant, toch? En deze is helemaal glad. Heel netjes. Oh. Zo, ik denk echt wel dat je er weghaalt, hoor. Jazeker. Knap. Zo. Wow. Wow, wow, als hij daar wow. Aanknallen. Zo. Hoppa. Ja, die zijn leuk. Ja, die zijn leuk, ja. Ik denk naar de andere plek. Ja, ik pak nog even één schans. Even een harde schans. Of die. Oh shit, dit gaat fout. Ja, deze. Go. Nee. Oh shit. Weer die accu. Nee, weer die accu. Deze moet je pakken. Die mag jij pakken. Zo. Recht omhoog. Hij is plat gedrukt. Hij is weer plat. Oh, hey, gaat wel regenen. Dat is niet erg, kan niet tegen, waterproef. Wij niet. Nee, dat is waar, onze camera niet. Dit is al een leencamera, die andere is alweer kapot. De accu vliegt er wel snel uit. Maar dat komt ook wel door een klappertje, hoor. We zijn hem echt als we testen, testen we het goed, hè? Maximaal, hij heet ook max. Hij heet ook max, dus hij moet maximaal getest worden. Och, netjes. Och. Mooie flip. Iets harder? Iets harder. Recht omhoog is dit, hè? Nee, weer beton op beton, hè? Dat is waar. Och. Op het neusje. Laatste keer. En dan op de voetjes landen, hè, proberen. Oh, netjes. Zo, die was heel nice. Die was wat minder. Aantal keer flink gedropt. In principe, alle bandjes zijn nog recht. Duurt hij nog? Staan de bandjes nog recht? Ja, kijk. Hij flipt wel snel. Wel heel snel, zelfs in een plasje. Nou, laten we op rood gaan. Hey, ik filmde niet. Merk qua geluid. Dat meen je niet. Ja, microfoon zat uit. Nee, dat meen je niet. Maar we crashten flink. Hé, maar alleen op de wielen. Want hij is recht. Zo. Knal maar even een paar keer in de weer, want hadden we net, maar zonder geluid. Remmen is niet, dat moet je niet doen. Het is hard, hè? Hij remt keihard. Remmen is te hard. Oké, Chase is even weer voorbij. Oh. Nou, je ziet dus wat remmen doet. Hij remt zo hard dat hij omkiept. Maar je kan je rem instellen, hè? Je kan zeggen harder remmen, zachter remmen, minder heftig. Dus, ga knal even nog een paar keer voorbij. Nu komt hij, topspeed, 100 km per uur. Zo! Hij trekt nog een wheelie, hè? Nog een keer. Dat is niet normaal. Zo, je ziet die hele banden zo helemaal groot worden. Die banden, jongen. Oh, maar dan zou hij dit op het zand kunnen, dit rechte stuk. Zo, zo, zo.
Hij heeft een kracht, hoor. Hoppa. Oh, dikke plas. Komt u? Ja, komt ie, daar komt ie, daar komt ie. Door de plas. Wow, hij is recht. Zo, wow. Hij vloog over het water. Zo. Doe het nog een keer, van die kant. Vol door die plas. Hij zweeft. Dat is echt ziek. Zo, als dit een lange plas was, kon je er gewoon overheen. Ja, echt. Oké. Kom maar, full gas. Ja, hier was niet vol gas. Nee. Nu? Ja, lekker. Vol gas. Mikken. Oh, joh. Oké. Beter te besturen, omdat ik 6 keer Ik vind deze heel gaaf. Maar deze is echt heel lijf. Holy shit. Komt u maar. Gas. Gas. Oh. Hij is wel bijna leeg. Je geeft gas en dan kiept hij om. Ja. En je gaat sturen, kiept hij om. Ja. Als je rechtdoor gaat, je zag het. Hij ramt zich overal doorheen. We gaan naar een ander paardje. Ja. Jongens, ook gewoon door het gras. Geen probleem. Kijk, hij ramt hem er gewoon. Was doorheen. Dit, overal doorheen. Dit is handig om schoon te maken. Oef. Hij is bijna leeg. Als je nu vol gas doet, doet hij geen wielen meer. Niet helemaal. Niet dat hij omklapt, zeg maar. Kijk. Zie je? Hij blijft nu gewoon op zijn achterwielen staan. Ja, hij is wel, we hebben lang gereden. Ja, wel, eventjes. Zo! Hey, hoe bedoel je getest? Shitje. Zo. Kijk hoe vies dit is. Dit ziet er wel eng uit, vind ik altijd. Ja, dit ziet eruit. Want in dat motortje, of in de hoe heet het, zit allemaal zand. In dat vinnetje. Ja. Alles is te vervangen, hebben we geleerd. Ja, zeker. Maar, hoort erbij, hè? Dit is de hobby. Dit is de hobby. Maar grind! Oprecht, overal waar je kijkt zit gewoon zand. Zelfs die hele accu is helemaal vol. Ja, we hebben een nieuwe. Ja, een nieuwe accu. Ja. We hebben een nieuwe, dat is onze zand. Ja. Nee. We pakken gewoon weer een nieuwe. Zo goed gaat het YouTube kanaal ook weer niet. Nee, zeker niet. Grind. Lekker grind. Met een paar kleine plasjes daar. Precies, dan gaan we even kijken hoe daarop reageert. Ik hoop dat hij hier wel kan driften, net als die hele grote die we hadden. Ja, alleen wat jij al zei, denk ik dat een beetje het geval dat de banden te groot zijn, dat hij te licht is. Precies. Dat hij omkukelt. Waar is dat mooie startknopje? Hier, hè? Een blauwe. Helemaal onder het zand. Onder het zand, dat is hem. Dat is hem. Geen muziekje. Nee, het is gewoon inderdaad. Het is aan en gaan. Ja, leuk. Nou. Oh, godsamme. Oh. Ja, dat is gevaarlijk, hè? Dat is wel gevaarlijk, ja. Verder. Ik denk toch dat we even naar die andere plek dan moeten. Dat bochtje daar. Dat bochtje daar. Ja, beuken maar even over deze drempel hier. Waarom is het gevaarlijk, jongens? Die dingen, die schieten met ik weet niet hoeveel kilometer. Die steentjes. Steentjes tegen je aan. Nou ja, dat eerder voor de lens. Ja, en ook voor jezelf. Als je oog komt, ja, je oog is ook niet fijn. Gas! Ja, het is wel echt een beukertje, hoor. Oh. Kijk, okay, vol gas op het grind. Oh, dat is jammer. Ja, maar remmen en het is... Ja, remmen, maar echt wat een power, hè? Speed, Kuno, op de grindpaadjes. Hij kan. Jezus! Bijna tegen me aan, gek. Yo, wat de hel. Zo, daar ben je wel de lul. Ik denk die breekt. Ja, dat denk ik ook wel. Komt ie. Top speed. Hè? Spring als het fout gaat. Je kan hem. Komt ie. Oh, dit was echt een autocrash. Oh, mooi. Jij bent lekker met remmen. Ik dacht dat de rem anders was ingesteld. Remt hij anders nu? Nee. Nog steeds niet? Nee, ik denk via de app, want je hebt een menuknopje bovenop. Ja, menuknop en een set. Dus dan moet je allemaal via de app doen en wat dan ook. Maar we gaan even een driftje gooien. De accu vloog weer uit. Dat gebeurt ook snel. Dat gebeurt heel snel. Ja, maar dat komt ook wel door flinke klappers. Ja, maar het is wel een dingetje van set. Ja, het is wel 600 euro dit. Maar hé, stuk is hij niet. Stuk is hij niet. Nee, het is echt wel een leuk autootje. We hebben topspeed over de grind, we hebben stopspeed gecrashed, we hebben omhoog
gevlogen op beton. Ja, en geland op zijn rug op beton. Op zijn pootjes, op zijn voetjes, op zijn alles. Jij bijna je enkel gebroken. Ja, maar dat hoort erbij. Dat is de sport, hè? Dat is de hobby. Jij bijna je nek gebroken. Oh, ja. Driften maar. Soms door die snelheid heb je gewoon geen controle meer. Net bij echte auto. Kut, nee, maar ik heb het idee dat deze heeft alleen voorrecht. Ja, klopt. Want hij gaat meteen zo'n stoppie doen. Maar wat ik wel heb bij deze met topspeed, hij blijft wel stabieler. Dat wel. Zo'n klein ding die zo stabiel blijft op rechtstuk. Ja, ik vind het een heel leuk auto. Heel netjes. Alleen sturen lukt niet meer. Hier kiept hij niet om, hè? Hier kiept hij minder snel om, ja. Dus ik denk meer grintjes. Dit is... Nice, nice. Hey, eerlijk. Hij is wel echt... Hij rijdt echt eerlijk. Ik vind dit echt een hele lekkere auto. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het lastig een mening erover te geven ofzo. Is de rem wel veranderd of niet? Nee. Oh. Maar door die grintjes staat hij niet in één keer stil. Oh, hoor je de echo? Dat is het wel, hoor. Dat is het. Omdat hij op asfalt is hij meteen stil, ja. En hier glijdt hij gewoon op zijn voorremmetjes. Ja, heel gek. Maar als je moest kiezen tussen deze of die van 300 euro, wat zou je eerder zelf welke kopen? 300? Die van... Oh, die kleine. Ja, die 400. Hij is 430. De blauwe. Die hoge. Oh, dus nee, niet van Trexus. Ik zeker deze. Ja? Dus voor 200 euro extra? En dit is echt wel gewoon... Ja, dat en dat is leuk. En snelheid hou ik van. Ik kies echt wel deze. Ja, ik zit echt in twijfel nog. Ja? Ja, maar inderdaad, hij gaat niet heel snel. Ja, het ging echt niet snel. Nee, was snel uitverveeld. Ja, voor 200 euro extra heb je wel topspeed. En dan knal je hem wel echt over het doorheen. Nou, kom eens even vol gas wegtrekken die kant op. Ik denk dat we daarvoor de grote nodig hebben, want je ziet hem bijna niet in het gras. Kijk, we gaan. En recht, hè? Je zag hem even zo zoeken en recht. Kom eens even vol gas hier langs, Chase. Kom wel naast me staan, dan kan ik ook springen. Flyby shot. Oh, dit was echt spannend met recht houden, hoor. Dit ging heel scheef. Holy shit, ik ben wel op het pad. Wel op het pad, ja. Nog een keertje. Als het goed gaat, gaat de tweede keer ook toe. Zie je hoe groot die banden zijn? Die banden zijn helemaal zo. Ja, recht, niks aan de hand hoor. Jouw beurt. Ja, het is echt Hij heeft echt power, hoor, dit ding. Nee hoor. Oh, oh. Het is echt... Ik vind wel dat hij snel omkukelt. Ja, maar als je rent op meteen. Ja, echt voorrem heb ik het idee. Nog één test. Schoonmaak. Door de borstelstraat. Ja, daar rijdt hij lekkerder. Je ziet hem gewoon bijna niet. Hij zit vol gas. Hoppa. En het was één keer rem, hè? Eén keer. Wow, kijk die! Wow! Check die bank! Kunnen we dat doen? Vorige keer hadden we hem gesloopt toen. Ja, maar nu kan het. Oh, hij ligt recht. Ik heb een scheenbeentje geraakt. Ja, omploegen. Uren doen. Dit is zeg maar net niet omploegen. Nou, als ik naar dit kijk, is het echt wel een beetje omploegen. Wat gaat het grote broertje doen? Of de die grote maakt broer? Alles kapot. Dat denk ik ook. Ik ben heel benieuwd naar. Komt u maar. Ik ga wel naast je staan. Dan denk je, gaat helemaal niet zo heel hard. Nee, maar dat is niet vol gas. Komt ie. Plasje, mikken. Ja, door. Oh, hij heeft toch geen eens geraakt? Wow! Hij heeft hem niet geraakt! Ik moet lopen, hij is omgekiepeld. Nog een keer. Dit ding is zo vet, alleen zo jammer dat hij gewoon heel snel omkukelt. Zo, maar hij heeft hem geen eens geraakt net. Als je een beetje ver gaat... Nee. Het, nog een keer. Gas. Komt-ie. Ja, een kleine hit. Hele kleine. Hele kleine hit. Komt-ie. Mikke, gas. Ja, hier ben ik dus heel benieuwd naar. Wat gebeurt er? Jullie gaan nu een kleine slow-mo zien. We kunnen maar 60 fps filmen. Ik denk dat ik maar... het zag. Hij hit hier klein beetje voor, klein beetje achter. Ja. Maar hij schiet er overheen. Ja, dat is echt ziek. Mijn burn-out test. Nou,
Zo, we zijn bijna. Doe burn-out op het gras, trekt hij dat ook? Ik denk, gras is makkelijker. Kom maar. Ja, zeker. Ja, ja, dat doet hij. Nou, bereiktest. Wij moesten van jullie deze mooie doos testen, oftewel dit mooie apparaat, de Max. De Max. Ja, ik ben er nu wel over uit. Ik denk toch wel dat ik de Max wel dikker vind dan deze. Pak hem erbij. Oh, die! Ja, die was ook wel heel vet hoor. Ja, die. Je dacht die blauwe. Ja. Oh, ik dacht de eerste blauwe. Nee, dit is geen kinderspeelgoed. Nee, precies. Nee, die hebben daar nieuw in de doos. Van Arma is die volgens mij. Maar ik denk wel dat die, deze is minder stabiel. Deze stuit het wel meer. Klopt. Maar dit is wel echt ook zo'n lijp ding. Maar als je 200 euro extra kan missen, zou ik wel echt voor de Max gaan. Anders zou ik echt voor deze gaan. Ja, en hiermee gaan we ook nog wat leuks doen. Ja, gaan we ook nog wat heel vets doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.